Zo, hallo allemaal, iedereen die kijkt. Het is een warme zondagmiddag. 30 graden, maar iets te veel buiten. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik binnen maar aan het prutsen. En ik ben mijn bloemenpers aan het leeghalen. Dat betekent dat ik wel even naar buiten ga voor nieuwe bloemetjes te zoeken. Maar het zit er nou wel in dat het meer blaadjes worden. Ik heb niet zo heel veel geschikt om te drogen bloemen in de tuin. Of ze zijn te groot en veel te teer en dat soort dingen, weet je wel. Of te dik. Ja, dat wordt een beetje lastig. Maar dat komt wel goed. Ik wil ook nog graag kruidenblaadjes gaan drogen. Dan is zo'n schilderijtje leuk om in de keuken te hangen. Ik heb nog ideetjes genoeg. Dus, ik heb dit nog allemaal in de bak. Deze is leuk. Die is ook mooi gelukt. Hoe heet het? Kornbloem. Daar heb ik er nog 2 van, dacht ik. Dus die kan ik dan ook een jaar lang niet meer maken. Die bloeien pas volgend voorjaar weer. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, ik heb onlangs ook nog weer haaknaalden gekocht. Voor 1 euro was dat, bij de trekpleister geloof ik. Dus daar wil ik me ook nog eens weer in gaan verdiepen. Ik zou het leuk vinden om een ceintuur te haken. Ik heb nog een tuniek waar dat heel leuk bij zou kunnen. Dus ach nou, ik verveel me nog langer niet. Hey, bedankt voor het kijken. Als je zelf ook wat gaat prutsen, veel plezier. En tot de volgende keer. Doei doei, adieu.